Het is vandaag Wereldmilieudag. Op deze dag worden over de gehele wereld door verschillende organisaties activiteiten ontplooid die de bewustwording van de gemeenschap moet aanwakkeren over het belang van ons milieu. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS, en de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, vragen aandacht op Wereldmilieudag met het thema Connecting People with Nature. Deze dag moet ons er elk jaar weer aan herinneren hoe onze houding als mens het milieu beïnvloedt. Het is helaas vaak negatief, waardoor het milieu schade oploopt, zeggen de organisaties. Enkele bijzondere kenmerken van het Surinaams milieu zijn: Suriname bestaat voor 93% uit bos en staat wereldwijd in de top als het om het behoud hiervan gaat. Daar mogen wij Surinamers trots op zijn. Het bos in Suriname wordt gezien als de longen van de aarde. En het behoud hiervan is daarom cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan. Wereldwijd zijn er 7 soorten zeeschildpadden, waarvan er 4 voorkomen in de Guyana's, waaronder Suriname. Alle soorten die in de regio voorkomen, worden met uitsterven bedreigd en zijn bij wet beschermd. Zeeschildpadden zijn bedreigde diersoorten die in Suriname hun eieren komen leggen. Vanaf vandaag zullen NIMOS en SBB met een campagne starten om het Surinaamse publiek meer informatie te verschaffen over het milieu, met speciale aandacht voor onze bossen.